gesurfd. Doorduin met een speciaal gitonnetje. Ja. Amai, dat was nog een ferme op zijn snaveltje. Heb jij dat beeld? Vraagt hij. Ah nee, het is mijn fietscomputertje. Anders moet je het mij straks even airdrop. Yo, YouTube Ace hier. Welkom bij waarschijnlijk het domste idee en het domste wat ik ooit heb beslist in mijn leven om te doen. Vandaag doen we Digem Turbo Cross met deze fiets en klikpedaal. Nog nooit gedaan, niet mijn schoenen. Wel een sterke fiets. Camera bevestigd op de bike. En op de helm. En op de helm. Voor de double angles, de kans dat je ervan valt is redelijk hoog. En dan heb ik nog een paar verboden middelen mee. Iedereen heeft de kleedkamer al verlaten, dus ik kan het niet doen aan jullie. We hebben één, de pepermolen. Bam, mijn schommel, god vol peper voordat we beginnen. Dan twee, killer kill pre van Snap King. Ik heb geen flauw idee wat dit is, maar mijn onkel zei, drink het een half uur voordat je vertrekt. Dus hopelijk is het iets sterk, man. Nu, we hebben nog een half uur. Ik denk dat het belangrijk is dat ik eens voel hoe dat ik moet klikken. Dat hebben we nog niet gedaan. Ik eens oefen. Op die fiets op mijn schouder pakken en zo. Dan gaan we gas geven. Ik ben rug nummer 1. Dat betekent dat we gaan winnen. Dat betekent dat er dub gepakt moet worden. Maar onthoud, winnen is finishing. Het gaat niet om de plaats. Zolang dat ik die tweede tour doe, binnen het half uur, ben ik een winnaar, man. Dat zei mijn mama ook. Meneer de instructor, I need you. Kipt. Versnellingen vooraan en achteraan. Oh. Vooraan zijn grote stappen, om grote stappen te nemen. Achteraan zijn kleinere stapjes. Oké. Okay. Lichter is deze. Ja. Maar ja, maar Deen, moet de voorste moet je ik nooit. Ik weet dat niet op de. Fuck! Hij weet het niet, de instructor weet het. Oh, niemand nu. Sven. Weet niet wat hij op aan, maar toch doet. Oh. Is dit de walk of shame of de walk of fame? Who knows? Nee, ik sta op. Eentje zwaarder. Ja. En dan gewoon, ja, je kunt dat verschillende keren doen, hè. Loop. Maar nu hij hem wel niet vast, hoe hij hem wel vast zijn, hè. Zet erin! Ja, met de stress van zijn leven, jong. Het voelt goed, maar we gaan voor de laatste plaats. Ja. Ja, lekker. Dank u wel. De tactiek is dus, we skippen de beginsprint. We skippen de beginsprint volledig. We laten iedereen gewoon weggaan. Ik ga gewoon chillen. Heid. Ja, hè? Ja. Hey! Ja toch. Mijn fans, come on! Insane, dit ziet er wel super impressive uit, man. Dat het hier allemaal verlicht is. Crazy. Heid. It's fucking gay. Deze man kan het einde zijn van Daily December. We hebben een pack gesloten. Stel je voor, ik val, hartstilstand, het is gedaan, dan finisht hij. Ah ja, in die zin, ja. Dan finisht hij het allemaal. Maar ik ben blij. Dan neem ik het over, EC2. Behyped. Ik ga voor de laatste plek. Ik ga een sprint doen voor de laatste plek. Ik apprecieer het wel dat je zet. Toch? Ja. Ik heb zoveel getwijfeld om af te zien. En elke keer als ik wou af zijn, zei hij, het is niet erg als je niet wil meedoen. Hè. En dan, juist door die brein, dat kat van, not gonna do it, not gonna do stop. Oké. Okay. Top. Hey, let's get it, man. Ja. Maar voor die laatste plaats. Maar voor de laatste plaats. Let's go, Julian. Hey, let's get it, man.
niet waar op mijn bek gaan. De GoPro breekt af. Ik probeer vandaag te gaan, mannen. Hé, proficiat, hè. Ik probeer vandaag te komen. Dat is insane. The boys. Dat is echt insane. Is dat niet hoe het is? Ik weet niet hoeveel bier over mij kreeg. So many people threw beers on me. Holy shit. Ik weet niet, ik denk dat er een ceremonie is, ook zo wel laatste. Die mensen op hun fiets, dat waren de pro's. Ja, ik dacht nou. 15, Mikael Poros. De laatste plaats. Everybody was wondering, what would happen if I didn't win? Met de fietsers, en zo, de prijs voor de laatste. Ed, hey, ik wil dit niet zijn, but you owe me, man. Dat ik hier aan meegedaan heb. Ed, ik weet dat je ooit mijn webshop gefixt hebt op een half uur. Maar dit... We zijn kiet. Ik ben aangevallen, nee. Ed, ik heb echt? Liters bier. Ruik. Maar omdat je het... Ruik. Maar omdat je het vroeg, of... Nee, Ed. Dit was Ed, ik meen het. Rob, dit was een van de coolste dingen dat ik ooit heb gedaan. Ik heb nog nooit zo'n adrenaline kick gehad. Ik ben echt blij dat je erbij was. Er is zo één stuk, super lang, rechtdoor, waar iedereen gewoon overal klaar staat. Ah, en dan op het einde zo die hersenboek naar boren. Ja. Oh ja, crazy. Coolste stuk van allemaal. Als ze allemaal in armen zo gestrokken dan... Ik ben gevallen. Die GoPro's zijn afgebroken. Ik heb een hele tijd alleen gefietst, gewoon. Dat is echt kut. Dat was... Kunnen inklikken en zo. Maar enkele in Ed, ik heb de helft van de tijd voor mijn één been niet ingeklikt. Jezus. Wat een ervaring. Ik heb hem mee. The people's champ. Yeah, the people's champ. Ik hoop dat dat op de GoPro staat. Maar wij hebben een battle gehad in die zandbak. Crazy. Dat was Lewis Hamilton en Max Verstappen. Dat is maar de hekste, nog beter. Dat is de hekste ooit. Ik kom bij die zandbak. Ik kijk zo van, fuck, niet dit. Nee. Ik ben te lopen en ik zie dat hij niet afstapt. Hij is gewoon dat eerste stuk aan het fietsen in die zandbak. Ik check achter me en denk van, fuck, ik ben sneller te lopen. Ik zie dat hij ook afstapt. Yeah. Ik zie alle twee mijn opgeheven hoofd. Maar ik kijk naar u en alles wat ik hoor is, what the fuck. Yes, ik ben niet alleen, dus ik stap ook af. Ik loop één stap, ik zie u gewoon stap, ik was zo'n, yes. En hij haalt ik stap ook zo mee. Hij haalt in de zandbak, ik zie hem met full power. Loop maar door die actie. Je hebt wel de trophy. Heb ik de trophy gepakt, ik zag dat iemand, ik haal hem als ik dacht van, loop. Hey, topper. Amai, kakelen. Hey, big battle. Dat was amazing. Like de foto. Dat was amazing. Thank you. Love you. Bro, what the fuck. En nu terug naar Blankenberg, love you, ciao. En dan de kip is dat even hard, ja. Bro's af beter. Toch beter. Ja, beter, man. Veel beter. Holy shit. We zijn gewonnen. Oké, Seppie, ik ben niet gewonnen. Ik ben verloren. Maar we zijn dus gewonnen. Laatste plaats. Die gaan Turbo Cross. The People's Champ. Ik heb nog nooit een prijs gewonnen die zo verdiend voelde als deze. Ik was misschien laatste, maar er waren mensen achter me die niet gefinished zijn. Dus, we hebben toch gewonnen. We hebben toch gewonnen. Insane. Nu, we hebben ook de site van Sportza laten crashen. Omdat er zoveel mensen tegelijk wouden kijken naar de Turbocross, is de site er gewoon uitgegaan. Dat is alleen maar positief, toch? Toont nogmaals aan dat televisie niet moet onderschatten wat wij kunnen brengen naar een platform. Aan de andere kant, er was commentaar voorzien op onze wedstrijd. En bro, dat commentaar was echt fucked up, bro. De broer van Rob, Arno de Kid. Like, snap je? Soms is een mopje maken over dat iemand een beetje dikker is, oké, maar je bent wel gewoon een wedstrijd aan het commentariëren. Dus dat moet je niet keihard beginnen fat shame op hem en echt de ene grap naar de andere. Nee, dat is gewoon fucked. Jullie zijn sportcommentatoren. Doe fucking normaal. Volgens mij dachten zij dat er niemand ging kijken naar de Turbocross. Jokes on you. Ik voel mijn longen. Ik proef bloed. What the fuck? Wat was dit voor insane ervaring? Echt. Dit was zo fucking wild. Ik heb zoveel respect voor iedereen die crossed en die wielrennen doet. Ik heb 2 rondjes gefietst. Normaal zijn er 8. Ik hou van jullie. Al de love. Al de fucking power. Tot de volgende keer. Yo! You took the bomb.